إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، best brothers, wij hebben vorige week een begin gemaakt met het onderwerp shirk, afgoderij. En wij hebben een definitie of een omschrijving gegeven voor shirk. De grote vorm van shirk. Wie kan van jullie die definitie geven? Hij heeft wat dan. Naam. Het toekennen van een deelgenoot of deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala in zijn rububiyya of uluhiyya of zijn namen en eigenschappen. Vervolgens hebben wij een aantal verschillen genoemd tussen grote vorm van een shirk en een kleine vorm van een shirk. Daarna hebben wij een aantal zaken opgenoemd die aangeven hoe gevaarlijk een shirk is. Vervolgens hebben wij besproken hoe belangrijk het is voor een moslim om een shirk te leren. Daarna hebben wij een aantal zaken besproken die aangeven hoe onterecht een shirk is. En toen hebben wij de grote vorm van een shirk besproken in de eerste twee categorieën. In tawhid al-rububiyya en tawhid al-asma'i wa-sifat. Wie kan mij vertellen hoe een shirk kan ontstaan in de daden van Allah subhanahu wa ta'ala? En naam Yunus? Naam. Naam. We hebben gezegd dat shirk op twee of in twee verschillende vormen kan voorkomen in de rububiyya van Allah subhanahu wa ta'ala. En de eerste vorm is shirk ta'til. Shirk ta'til. En de tweede vorm is shirk temthil. En we hebben vorige week uitvoerig het verschil tussen deze twee vormen besproken. Wie kan een voorbeeld geven van shirk het ta'til? Het ontkennen van? We hebben het over shirk. Ta'atil. Het heeft. Naam. Maar kan je een specifiek voorbeeld geven? Van een persoon. Fir'aun, naam. De shirk van Fir'aun. Die valt onder shirk. Het ta'atil. Taib. Een voorbeeld van shirk. Het temthil. Dat is de shirk van. Ja? Van de christenen, naam. Taib. Vervolgens hebben wij. الشرك إن الأسماء والصفات
behandeld. En hebben wij ook gezegd dat deze uit twee verschillende vormen bestaat. De eerste is shirk tashbih. En de tweede is shirk ishtiqaq. Bij vandaag gaan we inshallah tabaraka wa ta'ala verder met de vormen van een shirk in de derde categorie. En dat is in de aanbidding. In de aanbidding. En we beginnen met de eerste vorm van een shirk in de aanbidding van het du'a. Dus shirk van het du'a. Van het aanroepen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat het du'a een van de grootste aanbiedingen is die alleen maar aan Allah subhanahu wa ta'ala mag worden gericht. En degene die iemand anders aanroept behalve Allah subhanahu wa ta'ala, die valt in een grote vorm van een shirk. En het bewijs hiervoor is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Mu'minun, vers 117: وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. En wie een andere God aanroept naast Allah subhanahu wa ta'ala, waarvoor hij geen bewijs heeft, voorwaar zijn afrekening is bij zijn Heer, voorwaar de ongelovigen zullen niet slagen. Hoe halen wij uit deze vers dat het aanroepen van iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala een grote vorm is van een shirk? Naam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sluit deze vers af met voorwaar de ongelovigen. En dit geeft aan dat het aanroepen van iemand of iets naast Allah subhanahu wa ta'ala een grote vorm van een shirk is. Dus als iemand vraagt aan een persoon, aan een levend persoon of aan iemand die dood is, om hem te genezen in zijn ziekte, of dat hij denkt dat die persoon hem kan genezen, of dat hij iets wat dood is levend kan maken, dan valt hij in een grote vorm van een shirk in deze aanbidding, en dat is het du'a. Tayyib, al ulama, de geleerden, die zeggen dat het du'a uit twee vormen bestaat. Uit twee vormen. De eerste vorm, dat is du'a mes'ele. En de tweede vorm is du'a ibade. Wie kan mij vertellen wat du'a mes'ele is? Wat is het verschil tussen deze twee vormen van het du'a? Du'a mes'ele en du'a ibade. Naam. Nee, ik heb het over de omschrijving, niet over het oordeel. Naam. Wat is die tweede? Wat is het verschil tussen die eerste en de tweede beelden? Het aanroepen is vragen. Naam. Die eerste, du'a mes'ele, is dat je vraagt aan iemand om het goede in het algemeen. Of dat goede nou te maken heeft met het wereldse leven of met het hiernamaals. Die tweede, du'a ibade, dat is de aanbidding. Zoals het gebed, het vasten, het geven van een zakat. Dat is het verschil. Bij de eerste gaat het
puur om het vragen aan iemand om het goede, of dat goede nou te maken heeft met het wereldse leven of met het hiernamaals. En bij die tweede gaat het om de aanbidding op zich. Tayyib, we beginnen bij de eerste, dua al-mas'ala. Als iemand vraagt om het goede aan Allah subhanahu wa ta'ala, dan is dit een hele grote aanbidding. Tayyib, iemand vraagt om het goede aan iemand anders naast Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is dan het oordeel? Wie kan daar een antwoord op geven? Nou. Altijd? Nou. Als dan iemand levend is, dan moet iemand zijn drie voorwaarden moet levend zijn. Ja. Moet in staat zijn om het te doen. En hij moet aanwezig zijn. Ahsend. Nee. Als jij het goede vraagt aan iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala, en diegene is in staat om jou dat te geven, dan is dit toegestaan. Zoals bijvoorbeeld een arme persoon die bedelt op straat. Voor wat bedelt hij? Dat mensen hem geld geven. Die mensen, zijn zij in staat om geld te geven? Naam. Dus het vragen van die arme persoon, is dat een vorm van een shirk? Nee. De geleerden zeggen, een persoon is alleen maar in staat om iets te geven als hij voldoet aan die drie voorwaarden die broeder net heeft opgenoemd. Dus hij moet in staat zijn, maar hij moet ook levend zijn en hij moet aanwezig zijn. Iemand gaat naar een graf en vraagt aan de dode om hem water te geven. Wat zeggen wij hierover? Grote vorm van een shirk. Waarom? Hij voldoet niet aan die drie voorwaarden. Iemand vraagt een vrouw dan of haar kind in haar buik, of dat een jongetje wordt, maar ze vragen het aan een levende persoon die niet aanwezig is. Of die aanwezig is. Grote vorm van een shirk. Omdat hij niet in staat is om dat te doen. Omdat deze capaciteit of deze krachten alleen maar terug te vinden zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dit is de eerste vorm van het dua, dua al-mas'ala. En daar heb je dus het tafsir in. Niet elke vorm van dua al-mas'ala is een grote vorm van een shirk. Die tweede dua, ibadah, en we hebben gezegd dat dua, ibadah, dat is de aanbidding zelf. Dus het vasten, of het geven van een zakah, of het gebed. Als iemand dit doet, nou, ahsend. Elke dua ibadah is dua mas'ala. Omdat als iemand bidt, dat zeg je eigenlijk met andere woorden, vraagt hij het goede aan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dua ibadah, op het moment dat iemand iets doet omwille van iemand of iets naast Allah subhanahu wa ta'ala, dan is het altijd een vorm van een shirk al-akbar. Hier heb je geen tafsir, hier heb je geen onderscheid. Dua ibadah, als die wordt gericht aan iemand anders naast Allah subhanahu wa ta'ala, dan valt dit onder de grote vorm van een shirk. Dus als iemand bidt bijvoorbeeld, het gebed richt hij aan iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala, dan valt hij in de grote vorm van een shirk. Er zijn een aantal aanbiedingen die in principe onder het dua vallen.
Zoals al-istighatha. Naam, alaikum salam. En al-isti'adha. En al-isti'anah. Deze drie daden, die vallen in principe ook onder het dua. En daarom zullen wij die ook behandelen. We beginnen met al-istighatha. Al-istighatha. Al-istighatha, daarmee wordt bedoeld talab al-ghawth. Wat wil dit zeggen? Dat wil zeggen dat je steun vraagt aan iemand in tijden van nood. In tijden van nood. Dat is al-istighatha. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan bij de veldslag van Badr. Want toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zag dat zij, of dat de moslims in minderheid waren, ongeveer 300, en de ongelovigen ongeveer 1000 man, toen ging hij het dua doen, of beter gezegd al-istighatha billahi azza wa jal. Hij vroeg steun aan Allah subhanahu wa ta'ala in een tijd van nood. En toen zei Allah subhanahu wa ta'ala: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaika murdifin." Toen jullie je heer, tijdens Badr, om hulp vroegen en jullie verkeerden in nood, en hij jullie verhoorde en zei: "Ik zal jullie aanvullen met 1000 engelen die elkaar in strijdgroepen opvolgen." Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft de dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam verhoord, en hij heeft engelen gestuurd om te vechten met de moslims. Dit is een vorm van al-istighatha. Oké, al-istighatha kent verschillende vormen. Want als je een oordeel wil gaan vellen over al-istighatha, dan moet je eerst gaan kijken welke vormen al-istighatha kent. De eerste vorm is dat iemand hulp vraagt of steun vraagt in een tijd van nood aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is zonder enige twijfel een van de grootste aanbiddingen die een persoon kan doen. De tweede vorm is dat iemand steun vraagt in een tijd van nood aan een levend persoon of aan levende personen, aan meerdere, die niet aanwezig zijn en niet in staat zijn om hem te steunen of te helpen. Het oordeel hierover is dat dit een grote vorm van shirk is. Waarom? Ja, maar wat is de achterliggende gedachte hierachter? Als iemand dit doet, waarom doet hij dat? Nee. Zeg je? Hij kan zijn? Hij kent de kracht op me. Ik hoor je niet goed. Ja, je zit in de buurt, naam. Naam. Nee. Iemand die doet dit alleen maar als hij gelooft dat deze mensen bijzondere of speciale krachten hebben die alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft. En daarom valt hij in de shirk. Omdat hij bepaalde krachten die alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft, die geeft hij eigenlijk aan deze levende personen. Dus hij kent de deelgenoten toe
aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom is dit een grote vorm van het shirk. Van het shirk. Naam, het shirk al-akbar. De derde vorm is dat je steun vraagt in tijden van nood aan een levende persoon die in staat is om jou te helpen. Het oordeel hierover is dat dit is toegestaan. Methelen, een voorbeeld. Iemand die valt in het water. En hij kan niet zwemmen. Verkeert hij in nood of niet? Nee, hij verkeert in nood. En hij ziet iemand lopen. Een gezond persoon. Die in staat is om hem te helpen. En hij vraagt om hulp. Valt hij dan in een shirk? Nee, hij valt niet in een shirk. Dit is gewoon toegestaan omdat die persoon... Die levende persoon, die aanwezige persoon, in staat is om hem te helpen. Tayyip, stel je voor dat die persoon die loopt, of hij loopt niet, die persoon is verlamd. Dus jij valt in het water, je verkeert in nood, en je ziet iemand staan, maar die persoon die is helemaal verlamd. Hij kan niet bewegen. En je vraagt hem om hulp. Kan dit? Nee. Helemaal niet. Dus het juiste antwoord is dat we moeten gaan kijken naar de intentie van deze persoon. Als de intentie van deze persoon is dat die verlamde persoon iemand kan halen die hem kan redden, dan is dit toegestaan. Maar als zijn intentie is dat die persoon bijzondere krachten heeft, die alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft, en dat hij toch in staat is om hem te helpen, dan valt hij onder, valt hij in, grote vorm van een shirk. Tayyip. Hij vraagt hem om hulp, maar hij weet, hij beschikt, of hij heeft deze krachten niet. Dat kan ook. Wat is hij dan aan het doen? Nee. Ja, wanhoop maar. Hij vraagt hem om hulp, maar hij weet, hij kan hem niet helpen. Dan is dit een vorm van? Nee, spotten. Dit is spotten. Het is geen shirk dit. Dit is spotten. Het is die hazaa of hij spot met hem. Want hij weet, hij is niet in staat om hem te helpen. Tayyip, dit zijn de vormen van al-istighatha. Blijft er nog één vorm over, afwan. En dat is wat ik eigenlijk net al heb gezegd. Dat is het vragen van, of het vragen van steun of hulp in tijden van nood. Aan een levende persoon die niet in staat is. Dus wat zeggen we bij deze? Heb ik net al eigenlijk gezegd. Je vraagt hulp in tijden van nood aan een levende persoon, maar hij is niet in staat om jou te helpen. Huh? Nee, dus als bijvoorbeeld die persoon die in het water viel, hij vraagt hulp aan een levende persoon. Die verlamde persoon. Maar hij is niet in staat. Dan gaan we kijken naar de intentie. Als de intentie is. Dat die persoon. Over bepaalde krachten beschikt. Die alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Dan valt hij in een grote vorm van een shirk. En als die persoon. Als dat de intentie is. Hij weet gewoon. Dat deze persoon niet over die krachten beschikt, ja, dan is hij eigenlijk aan het spotten. Tayyip, de volgende zaak die eigenlijk valt onder het dua, dat is al-isti'adah.
الاستعاذة. الاستعاذة dat is dat je toevlucht zoekt bij iemand van het kwade. Dat is de algemene omschrijving van al-isti'ada. En ook hier zeggen wij, om een oordeel te vellen over al-isti'ada, gaan we kijken naar de vormen van al-isti'ada. De eerste vorm, dat is al-isti'ada billahi azza wa jal. Dat iemand toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala voor het kwade. En dit is natuurlijk een van de grootste aanbiedingen die men kan doen. De tweede vorm is toevlucht zoeken bij een van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala voor het kwade. Wat is het oordeel hierover? Naam. Naam is ook een van de grootste vormen van aanbidding. Naam, zoals de dua die van de sunna is om te zeggen op het moment dat jij een bepaalde plek bezoekt of een huis ingaat, dan zeg je a'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq, min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimati Allahi tammat. Ik zoek toevlucht bij wat? Hier. Bij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Welke woorden? De Koran. At-tammat. De perfecte woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Die geen mankementen vertonen. Min sharri ma khalaq. Van al het kwade. Van elke vorm van kwaadheid. Dit is de sunna om te zeggen op het moment dat jij een bepaalde plek ingaat. En er is overgeleverd, of de grote Mufassir al-Qurtubi heeft gezegd, toen hij deze dua voor het eerst hoorde, zei hij, vanaf die dag heb ik hem altijd gebruikt. En ik ben nog nooit geraakt door het kwade. Totdat ik op een dag, in de nacht, werd gebeten door een schorpioen. Toen ging hij nadenken. Toen hij aan het nadenken was, zei hij, ik ben vandaag die dua vergeten. Dus deze dua die geeft aan hoe belangrijk het is om toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala, of bij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, van al het kwade. De derde vorm van een isti'ada is dat je toevlucht zoekt bij de doden of bij de levenden die niet aanwezig zijn en ook niet in staat zijn om jou te beschermen. En dit is natuurlijk een grote vorm van een shirk. Dus als iemand bijvoorbeeld, hij gaat naar een graf en hij zegt, a'udhu bika min al-ayn. Ik zoek toevlucht bij jou van al-ayn. Dan valt hij in een grote vorm van een shirk. Want die persoon die kan hem niet beschermen. Of die nou dood is of levend. Want hij is niet in staat om hem te beschermen voor al-ayn. De vierde vorm van al-isti'ada is dat je toevlucht zoekt bij een persoon die in staat is om jou te beschermen. Of dat je toevlucht zoekt bij iets wat jou kan beschermen. Ik begin met die eerste. Je zoekt toevlucht bij iemand
Ey, naast Allah subhanahu wa ta'ala, die jou kan beschermen voor het kwade. Een voorbeeld: iemand wordt gevolgd door een slang, met hen, of door een leeuw. En hij komt iemand tegen en die zegt tegen hem: ik kan je beschermen tegen die leeuw. Hij heeft bijvoorbeeld een geweer of hij heeft een bepaalde truc om die leeuw of die slang weg te halen. In dat geval, is dit toegestaan? Dit is toegestaan, want die persoon die kan hem beschermen. Taib, of dat je toevlucht zoekt bij iets wat jou kan beschermen. Het regent bijvoorbeeld. En je zoekt toevlucht waar? Onder een dak. Dat is ook toegestaan. Dus dit zijn de vier vormen van al-isti'ade. De laatste, dat is al-isti'ane. Dat is ook een vorm van het dua. Al-isti'ane. Al-isti'ane wil zeggen talab al-aun. Talab al-aun. Ey, dat je om hulp vraagt. Het vragen van hulp. Of het vragen om hulp. En ook hier zeggen wij, er zijn verschillende vormen van al-isti'ane. De eerste vorm is al-isti'ane billahi azza wa jal. Het vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala om hulp. En ook dit is weer een van de grootste aanbiedingen. De tweede vorm is het vragen om hulp aan iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala en hij is in staat om jou hulp te geven. Dit is toegestaan. Alleen in één geval is het niet toegestaan. Wanneer? Nou. Dat heb ik al gezegd. Wanneer? Kijk, die persoon is in staat om jou dat te geven. Dus in principe is het toegestaan. Maar toch is er één geval dat aangeeft dat het niet is toegestaan. Als jij, wat hè, naam? Naam Ahsen. Als jij iets vraagt aan hem wat haram is, en hij geeft het aan jou, dan is dat niet toegestaan. Maar als hij in staat is om jou dat te geven, en datgene wat je vraagt aan hem, dat is gewoon toegestaan, dan is dit ook toegestaan. Derde vorm niet toegestaan. Dat is het oordeel. Dat niet is toegestaan. Het is gewoon haram is het. Het is niet toegestaan. Maar het is geen shirk. Het is geen shirk. Derde vorm is dat je hulp vraagt aan een persoon die levend is, aanwezig, maar hij is niet in staat om jou dat te geven. Met hen. Iemand is aan het verhuizen. En hij moet hele zware dingen moet hij tillen. Dan gaat hij hulp vragen aan iemand die verlamd is om hem te helpen. Die persoon is aanwezig. Hij is ook levend. Maar hij is niet in staat om hem te helpen. Wat is het oordeel hierover? Nou, maar over het algemeen. Nee, het is geen shirk. Ja, dit is ook een vorm van spotten of leru, noemen ze dat. Ah, nee, dit slaat nergens op. Dit is gewoon iemand die zijn tijd aan het verspillen is. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, spotten is ook niet toegestaan. In principe niet, nee. Tay, de laatste vorm. Dat is hulp vragen. Aan
aan de doden of aan de levenden die niet in staat zijn om jou te helpen. En als ik zeg die niet in staat zijn om jou te helpen, dit slaat terug op de levenden. Want een dode die sowieso niet in staat om jou te helpen. Dus hulp vragen aan de doden of de levenden die niet in staat zijn om jou te helpen. Dit is een grote vorm van een shirk. Sommigen zeggen er is nog een vijfde vorm. En dat is het isti'ana door middel van het verrichten van goede daden. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Baqarah, vers 153. Ista'inu bis-sabri was-salah. O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en salah. Deze vorm natuurlijk is toegestaan. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor een bewijs heeft gegeven. Tayyib, dat was de eerste vorm van een shirk in de derde categorie van het tawhid. Dus de eerste vorm die we nu hebben behandeld is het dua. En daar valt ook een istighatha onder. En een isti'ada. En een isti'ana. Want een dua is eigenlijk een algemeen begrip. En deze drie zaken, een istighatha en een isti'ada en een isti'ana, die vallen daar onder. Tayyib, de tweede vorm van een shirk. Die vindt plaats in al-shafa'a. Al-shafa'a. Al-shafa'a, dat is vertaald in de bemiddeling. Dus de afgoderij die plaatsvindt in de bemiddeling. En dan gaat het natuurlijk om de bemiddeling die te maken heeft met het hiernamaals. Met dat je aan iemand vraagt om te bemiddelen bij Allah subhanahu wa ta'ala om jouw zonden te vergeven. En niet bijvoorbeeld dat jij naar een persoon gaat en je weet dat hij voor je kan bemiddelen voor een goede baan. Dat valt hier niet onder, dat is gewoon toegestaan. Dat is zelfs sterk aanbevolen om te doen. En ook voor degene die voor jou kan bemiddelen in dit soort dingen, sterk aanbevolen voor hem om jou te helpen. Nee, ik heb het over de bemiddeling die te maken heeft met het hiernamaals. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Yunus, vers 18. Zegt hij: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Hij zegt: en zij aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala wat hen niet schaadt en hen niet baat. En zij zeggen, hier komt het, deze, die mensen die ze aanbidden, zijn onze bemiddelaars bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zij zorgen ervoor, of zij kunnen ervoor zorgen dat onze zonden worden vergeven. Zeg, willen jullie Allah subhanahu wa ta'ala inlichten over wat hij niet kent in de hemelen en op de aarde? Heilig is hij en verheven boven de deelgenoten die zij aan hem toekennen. Dus hij sluit deze vers af met weer deelgenoten. Dit geeft aan dat die shafa'a een vorm van een grote shirk is. En er is één vers in het algemeen die eigenlijk iedereen uit zijn hoofd moet leren. Die staat in Surat Saba, in vers 22.
En deze vers, Allah subhanahu wa ta'ala, yani alle opties of alle shubuhat waaraan de mushrikoen zich aan vastklampen, Allah subhanahu wa ta'ala veegt al die shubuhat van tafel in deze vers. Een hele belangrijke vers in Surat Saba vers 22. Hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Hij zegt, zeg, roept degene op die jullie beweren als goden naast Allah subhanahu wa ta'ala te zijn. Zij hebben zelfs over het gewicht van een korrel in de hemelen en op de aarde geen macht. En zij hebben daarin geen aandeel. En hij heeft onder hen geen helpers. En de bemiddeling baat bij hem niet, behalve aan wie hij toestemming heeft gegeven. Want de mensen, de mushrikoen, als je aan hun vraagt, waarom plegen jullie afgoderij? Dan hebben ze vier mogelijkheden. Meer hebben ze niet. Of ze zijn van mening, of ze geloven dat datgene wat ze vragen aan iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala, dat diegene datgene bezit wat wordt gevraagd. Of dat hij een partner is naast Allah subhanahu wa ta'ala. Of dat hij Allah subhanahu wa ta'ala helpt. Of dat hij een bemiddelaar is. Meer hebben ze niet. En Allah subhanahu wa ta'ala in deze vers veegt hij al deze opties van tafel. Eén voor één. Dus of je bent een malik, je bezit. Want iemand, hij gaat niet aan iemand, een mushrik, die gaat niet aan iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala iets vragen. Alleen als hij denkt dat deze persoon iets heeft, of niet. Of hij is een malik, hij beschikt over datgene wat wordt gevraagd. Of hij is een shariek. Hij werkt samen met Allah subhanahu wa ta'ala. Of hij helpt Allah subhanahu wa ta'ala. Of als die eerste niet van toepassing is, die tweede is niet van toepassing, die derde ook niet. Dan blijft die laatste over, hij is een bemiddelaar. En daar komen ook de mushrikun mee. Hij bemiddelt. Hij kan bij Allah subhanahu wa ta'ala een goed woordje voor ons doen. En Allah subhanahu wa ta'ala veegt al deze opties van tafel. En dit zijn de shubuhat waaraan de afgodaanbidders zich aan vastklampen. En Allah subhanahu wa ta'ala die veegt de ene na de andere van tafel. طيب, wil dat zeggen dat de shafa'a nooit wordt geaccepteerd? Of dat er geen shafa'a is? De shafa'a die wij bij de mushrikine kennen, die is sowieso niet toegestaan. Maar er is wel een shafa'a die toegestaan is, maar die moet voldoen aan twee voorwaarden. En dat is de eerste, dat je toestemming moet krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat is het tweede, tevreden is over degene die bemiddelt en over degene voor wie wordt bemiddeld. Dat wil zeggen dat ze allebei van Ahlul Tawhid moeten zijn. Want Allah subhanahu wa ta'ala kan niet tevreden zijn over iemand die niet van Ahlul Tawhid is. En dit is waarom de shafa'a bij de mushrikien niet wordt geaccepteerd. Omdat ze niet voldoen aan deze twee voorwaarden. Taib, ik geef een voorbeeld van deze shafa'a die wel wordt geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Er is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over iemand die doodgaat en er wordt over hem gebeden, heeft hij gezegd: men salla alayhi thalathatu sufuf faqad awjab. Als iemand overlijdt en er worden drie rijen, ze gaan het gebed verrichten, salat al-janaza over hem,
en drie rijen die bidden over hem. Faqad awjib. Tayyib, de uitleg komt zometeen. De tweede overlevering, of de tweede riwaya, die zegt: Men salla alayhi mi'a min al-muslimin ghufira lah. Als er 100 mensen zijn die bidden over diegene die dood is, zal hij worden vergeven. En die laatste riwaya, die zegt: Ma min rajul, muslim, yamut. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Als een moslim doodgaat en er zijn 40 man die over hem bidden, maar wat is de voorwaarde? لا يشركون بالله شيئا. Dat wil zeggen dat ze van Ahlul Tawhid moeten zijn. En ook die man moet van Ahlul Tawhid zijn, diegene die sterft. Want hij zegt: Ma min rajul muslim. Je kunt geen moslim zijn alleen als je van Ahlul Tawhid bent. Illa shaffa'ahumullahu fi. Dat wil zeggen dat hun bemiddeling, wat op het moment dat jij gaat bidden, dan ga je, wat ga je dan doen? Je gaat dua voor hem doen. Dat is ook een vorm van bemiddelen. Maar deze vorm van bemiddelen is toegestaan. En het oordeel hierover, of Allah subhanahu wa ta'ala, die zal deze bemiddeling ook accepteren en zal deze persoon vergeven. In sommige riwayat, hij zal het paradijs binnentreden. Maar er moeten wel 40 man zijn. La yushrikuna billahi shay'a. En dat is een hele moeilijke voorwaarde. Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijker dan wij denken. Die laatste. Ma min rajul muslim yamutu. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طيب als we gaan kijken naar die twee voorwaarden. Wie kan die twee voorwaarden uit deze overlevering halen? De eerste voorwaarde, hij moet toestemming geven, Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is die toestemming? Ja? Het is een overlevering, het is toestemming. Lees ik het niet? Overlevering is toestemming, naam. Tayyib, hij moet tevreden zijn over de bemiddelaar, of de bemiddelaars, en degene voor wie wordt bemiddeld. Waar halen we dat vandaan? Naam. De eerste, mami rajul muslim. En die tweede, la yushrikuna billahi shay'a, die 40 man. En dit is de shafa'a, die wel wordt bevestigd door Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tayyib, de derde vorm van een shirk. Is de shirk van een niyya wal qasd. De shirk die plaatsvindt in de intentie van een persoon. Ook deze die bestaat uit een aantal vormen. De grote geleerde, al-imam al-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, die zegt dat deze vorm drie, of deze shirk, drie vormen kent. De eerste vorm is dat een persoon elke goede daad die hij verricht, elke goede daad die hij verricht, zijn intentie daarmee is alleen maar het dunya. Dus hij bidt alleen maar voor het dunya. Hij geeft zakat alleen maar voor het dunya. Elke vorm van een goede daad, zijn intentie is alleen maar dat hij daarvoor een wereldse beloning krijgt. Of in geld, of in een andere vorm van een beloning. En dit is natuurlijk een grote vorm van een shirk. En zoals imam al-Sa'di zegt, dit vindt niet plaats bij een moslim. Dit komt niet voor bij een moslim. De tweede vorm. Dit zou iets beter dan kafir. Bij kafir. Bij elke daad, hè? Bij elke daad. Daarom heb ik daar de nadruk op gelegd. Dat heb ik net al gegeven. Elke vorm, elke goede daad die je doet, dat je daarvoor alleen maar
een wereldbeloning voor veel. Ja, dat is in principe iemand die alleen maar, die alleen maar gericht is op het wereldse leven. Dus hij bidt alleen maar omdat hij daar geld voor krijgt. Hij geeft salam aan iemand alleen maar omdat hij daar misschien een belangrijke status voor krijgt. Dan ga zo maar door. Elke daad. Daar gaat het mij om. Elke daad. Tayyip, de tweede vorm. Ik wil het even afmaken. Tweede vorm. Is dat iemand een daad verricht. En hij heeft twee intenties. De eerste intentie is dat hij doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En de tweede intentie is dat hij dat doet om het dunya. En het is ongeveer 50-50%. Maar al asr is dat hij het voor Allah subhanahu wa ta'ala doet. Dat is de oorsprong. Maar er komt wel een andere intentie bij kijken. En het is ongeveer 50-50%. Deze persoon is een moslim, maar zijn iman is naqis. Hij heeft een zwakke iman. Dat komt gewoon omdat zijn ikhlas, zijn zuivere intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala niet compleet is. Naam. Tayyip, de derde. Is iemand die goede daden verricht. En zijn intentie is helemaal gezuiverd. Dat hij deze daden alleen maar verricht. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen, hij krijgt er een beloning voor. Een wereldse beloning. Die hem helpt. Om deze goede daden te verrichten. Maar zijn intentie is dat het alleen maar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala is. Deze, dit heeft totaal geen invloed op zijn iman. Zijn iman die blijft gewoon hoe die is. Want zijn intentie is zuiver. En datgene wat hij krijgt, dat gebruikt hij alleen maar om datgene wat hij aan het doen is, dat hij dat kan blijven doen. En dat zie je heel vaak bijvoorbeeld in bijvoorbeeld een imam bijvoorbeeld. Of de mensen die de ulema die lesgeven bijvoorbeeld in de jamia'at en zo. Die krijgen daar een bepaalde beloning voor. Maar hun intentie is gewoon helemaal zuiver. En ze gebruiken die beloning die ze krijgen. Die gebruiken ze om verder te gaan met dat werk. Want als hij dat niet zou gaan doen, dan zou hij moeten gaan werken. En dan zou hij die grote aanbiddingen en mensen onderwijzen, dan zou hij dat niet kunnen doen. Maar de enige voorwaarde is dat zijn intentie zuiver is. En inshallah, dan heeft dit geen invloed op zijn iman. Nee. Nou, normaal gesproken wordt zijn iman meer, omdat hij bezig is met goede daden. Naam, accent. Yani, als ik zeg, het heeft geen invloed op zijn iman, dat zijn iman minder wordt zoals die tweede vorm die ik net heb uitgelegd. Het heeft geen negatieve invloed op zijn iman. Maar normaal gesproken gaat zijn iman juist omhoog, omdat hij bezig is met het goede. Tayyip. Zijn er vragen over wat wij vandaag hebben behandeld? We zijn nog niet klaar, maar inshallah volgende week gaan we verder met de rest van de vormen van de shirk. En als we daarmee klaar zijn, gaan we beginnen met de kleine shirk en haar vormen. Nou.
mislukt eigenlijk als je iemand laat vergeven aan je kan vergeven. In wat gaat hij vergeven? Omdat jij misschien je hebt over hem geroddeld. Dat is toegestaan. Zelfs Immel Arba'a die zegt dat verplicht is. Als je over iemand roddelt, ben je verplicht om naar hem toe te gaan. Om hem vergeving te vragen. Alleen Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, die heeft een andere mening en die is misschien wat sterker. Die zegt dat je gewoon goed over hem moet praten. In die majalis waar je slecht over hem hebt gepraat. Want als je naar hem toe gaat, misschien dat hij een slecht beeld over je gaat krijgen. En dat er misschien meer afstand komt tussen hem en jou. Maar deze vorm is wel toegestaan. En maar dat je naar iemand gaat om te vragen dat hij zonde vergeeft zoals Allah subhanahu wa ta'ala jouw zonde kan vergeven, dat is een grote vorm van een shirk. Nou. Kan het zo zijn dat iemand bepaalde zonde kan terug op boven natuurlijk kan vergeven omdat het een goede moslim is? Zoals? We weten dat sommige profeten dit konden doen. En je hebt karamet van bepaalde vrome mensen. Maar ook hier heb je allemaal voorwaarden voor. En de Sheikh al-Islam heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Maar over het algemeen moet je gaan kijken naar die persoon zelf. Hoe hij is. Is echt een vrome persoon. Dan kan het wel zijn dat hij bepaalde dingen kan doen. Die normaal niet kunnen. Zoals vroeger. Een van de sahab of een van de tabi'i die kon gewoon met een leeuw praten. Ze waren een keer verdwaald. En die vroeg aan de leeuw, kun je ons de weg laten zien? En die heeft hem geholpen. Dat zijn karamet van bepaalde vrome mensen. Maar dat moet je niet gaan gebruiken bij de sofies die we vandaag op de dag kennen. Daarom zeg ik, daar moet je bij oppassen. De algemene regel is dat als degene niet in staat is om dat te doen, dan val je gewoon in een grote vorm van een shirk. Dat is de algemene regel. En sowieso echt het vergeven, dat mensen in staat zijn om jou te vergeven, dat kan sowieso niet. Dat is alleen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar er kunnen bijvoorbeeld karamat zijn, bijvoorbeeld dat ze over water lopen. Dat is ook overgeleverd van sommige van de zelf. Dat zou kunnen, maar echt het vergeven. Ja, dat soort dingen, dat zijn alleen maar voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wat zijn de terugkomen van shirk? Die heb ik vorige week behandeld, toch? Je had het net benoemd in het begin van de les. Waarschijnlijk het daarom vraag. Shirk tashbih en shirk ishtiqaq. Dat zijn de twee vormen van shirk die voorkomt. Die voorkomen in al asma'i wa sifat. Shirk tashbih en shirk ishtiqaq. Shirk tashbih, zoals dat je zegt, mijn hand is zoals de hand van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan val je in een grote vorm van een shirk, maar in al-asma'i wa sifat. En als je zegt, zoals sommige van de ongelovigen in de tijd van de profeten alayhi salatu wasalam hebben gedaan, dat is shirk ishtiqaq, is dat ze uit de namen van Allah subhanahu wa ta'ala namen halen voor hun afgoden. Zoals Al-Uzza hebben ze gehaald uit Al-Aziz. En Al-Lat hebben ze gehaald uit Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is ook een vorm van een shirk in al-asma'i wa sifat. Dat zijn de twee vormen van een shirk. Nou. Bab is sihr gaan we uitgebreid behandelen, dat komt later. Bab is alles wat met sihr te maken heeft. Het gaan naar Sahara. Dat krijgen we inshallah later. En dat gaan we uitgebreid behandelen inshallah. Ja. Het is dat als je hulp vraagt dat diegene aanwezig moet zijn. Dat mensen dus door aanvragen aan de Sheikh, maar dat is telefonisch. Is het dan afstand of moet hij dan voor hem zijn? Kijk, aanwezig wil zeggen, hier is hij gewoon aanwezig in principe. Kijk, waarom zeggen we aanwezig? Wie kan daar een goed voorbeeld van geven? Nou,
ها؟ نعم دار خط أم. مثلا إيبن فوبت هير أي فراغت عن إيماند دي ليفت عن دي أندر كانت فن دي فيرالد خيف ما باتر كان هاي ياو هورا دس أشياء دات دوت دا خايدة فن آو دات هاي هورت زوالز الله سبحانه وتعالى هورت أنا فالي أن خروط فن فن الشرك مع الأشياء أص هاي أنبيزخ إس of nou telefonisch, of dat hij voor je staat. Hij zegt, geef me water. Of kun je me helpen met iets. Dan kan hij je horen, dan kan hij je ook helpen als hij daartoe in staat is. Dat is het verschil. Ja. Is het wel toegestaan om ook buiten salat en janazah du'a te doen voor een dode? Ja, dan hoe doe je dat? Ze bedoelen misschien net na het gebed. Naam, het dua doen voor iemand die dood is. Als je het gebed verricht, salat al-janaza, dan is het sowieso van de sunna dat je vergeving vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala voor hem. Maar dit kun je ook later doen, tijdens je vrijwillige gebeden of tijdens je verplichte gebeden, dat je bijvoorbeeld in het sujud. Dat je dua voor hem doet. Of op andere momenten van de dag. Dus het is niet alleen maar zo dat je het alleen maar in salat al-janaza kan doen. Ja. Zijn er nog andere vragen? Naam het voor de Als je Mia, zeg maar, doet eerst dat je zeg maar, Allah aanbidt. Maar dat je daarvoor zeg maar, ook iets terug kan krijgen. Zeg maar. Als je Allah aanbidt, dat je dan ook iets krijgt, iets beters in de doen, door de aanbidding van Allah. Ja, maar dat heeft niks met je intentie te maken. Dat staat los van je intentie. Ook als dat je intentie is, zeg maar, dat je weet dat dat zo is en dat je daarom ook zeg maar, blijft aanbidden. Ja, dan val je in die tweede vorm. Als ze ongeveer hetzelfde zijn, dus 50% ongeveer. Ook als je... En sommige van de geleerden zeggen, op het moment dat die intentie van die dunya meer wordt dan de intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dan valt hij in een grote vorm van een shirk. Okay, dus daar moet je mee oppassen. Als je Allah het geeft. Als je het doet omdat je weet dat Allah het jou geeft. Ja, als jij ervan uitgaat dat iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala jou geeft, dan val je sowieso in een keer in een grote vorm van een shirk. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij is degene die jou geeft. Maar als jij die intentie hebt, dat je het alleen maar doet om iets in dit wereld te leven, ervoor te krijgen, en je intentie is ongeveer 50% of iets minder, ja, dan is je iman is gewoon zwak. Het is niet hetzelfde als iemand die zijn intentie helemaal zuivert voor Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom is die beloning ook minder. En hoe groter die intentie voor dit wereld te leven is, hoe minder die beloning is. En het kan zelfs zo zijn dat die intentie zo groot wordt, dat die meer wordt dan zeg maar de intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala. En daardoor kun je bij sommige geleerden dan vallen in een grote vorm van shirk. Naam. Hoe doe je groter en kleiner? Want je kent geen deelgenoot toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe bedoel je kent geen deelgenoot toe aan Allah subhanahu wa ta'ala? Is dat wel een kleine shirk? Jelle hawa, is dat geen deelgenoot? Afa ra'ayta mani tachada? Ilaha hu, hawa. Je kunt ook je hawa als deelgenoot hebben. Naam. Maar er bestaan bepaalde zaken, bijvoorbeeld een risico midden, zoals istighfar al-salat al-rahim. Ja, maar... En dan heb je dus intentie aan je vrijheid van Allah of istighfar, maar je weet dus ook dat jouw risico daar een sebeb kan zijn. Ja, maar dat is wat anders. Hier heb je duidelijke overlevering daarvoor. Die jou de ilm leert dat je... Met helen, je omer wordt langer. Als je familie bijvoorbeeld bezoekt. Maar daar heb je echt een specifiek bewijs voor. Maar. Ja, maar uiteindelijk moet je intentie zijn. Ja, maar hier heb je. Sowieso heb je hier geen tegenstrijdigheid. Want uiteindelijk doe je het voor. Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is jouw assel. Dus je hebt geen tegenstrijdigheid. En het kan nooit zo zijn dat je het alleen maar doet om meer te leven.
Want je doet het uiteindelijk omdat Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft gezegd in een overlevering. Of via de profeet alayhi salatu wassalam in een overlevering. Ja, daar moet je mee oppassen. Wat heel veel Marokkanen hebben dit. Ja, wat betekent dat? Dus je roept eigenlijk iemand aan. Klopt, ja. Maar heeft dit dan ook te maken met intentie? Intentie heeft een belangrijke invloed op of je iets shirk kan noemen of niet. Maar sowieso, deze laf moet je vanaf. Daarom toen die man zei tegen de profeet alayhi salatu wassalam, ma sha Allahu wa shi'it. Hij had een andere intentie, maar toch, de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft een inkaar op hem gedaan. Omdat gewoon die zin, dat is gewoon shirk. Dat is ook hier, ongeacht wat je intentie is. Begrijp je? Als jij iemand om jou te, ja, dan vervang je grote vorm van shirk. Ik zeg niet dat je dan bij jou het geval is, begrijp je? Want uiteindelijk moet je wel kijken naar de intentie van de persoon. Maar je keurt sowieso deze tekst, die keur je sowieso af. Nou. Stel, de politie zit met iemand te praten en zegt tegen een gooi. Weet je wat gooi ook betekent? Ja, maar wat betekent? Volgens mij betekent zwager of zo, toch niet, Jo? Nee. Dus je roept hem eigenlijk aan. Jo, of niet? Zwager betekent, of nee? Nee. Hè? Ja, ik heb gehoord dat de asal van dat. Ejo is klopt, het is klopt. Ejo is een klein kindje van. Maar wat is eigenlijk de reden dat ze dit hebben gebruikt, weet je? Ja. Dat vraag ik me af. En wanneer gebruiken het? Aulia. Ook Aulia. Ja, daar ben ik bang voor. Ik ben bang dat de asal hiervan is dat mensen vroeger deze mensen aanriepen. En dan val je gewoon in een grote vorm van een shirk. Maar omdat nu heel veel mensen dit gebruiken, ze weten niet eens wat het betekent. Maar toch zeggen wij, deze teksten moet je niet gebruiken. Heeft ook vaak nog eens dat. De zin betekent, la jahilla jahide. Hé, wat? Je hebt ook heel vaak, je hoort van, oh, Allah is. Nee, hij is Latif. Naam, daar is niks mis mee, daar. Ja, maar. Nee, maar dit, Allahu alam. De geschiedenis, Allahu alam. Maar het zal me niet verbazen dat dit werd gebruikt bij de mensen die dit soort mensen aanriepen. Op het moment dat ze het moeilijk hadden. En uiteindelijk is het gewoon zijn eigen leven gaan leiden. Nu, heel veel mensen die gebruiken het, terwijl ze niet eens weten voor wat het eigenlijk betekent. Dat is een hele. Dit is een bahar, dit is een zee om in te zwemmen. En dit soort dingen vertel ik liever niet voor mensen, omdat een hele ingewikkelde en moeilijke kwestie is. Degene die hier een fatwa over wil hebben, die kan beter een van de grote geleerden hierover bellen. Dan zal die hem de hukm hierover vertellen. Maar uiteindelijk, de algemene stelregel is, degene die in grote shirk valt, is een kafir. Maar, dat wil niet zeggen dat elke persoon, bi'aynihi, op het moment dat hij in een grote vorm van een shirk valt, dat je kan zeggen, deze man is een ongelovig. Als je dat onderscheid kan aanhouden, dan is dat meer dan genoeg. Dus je moet onderscheid maken tussen de mu'ayyin of een mu'ayyin en tussen de nawa'. Dat is de madhhab van Ahlus Sunnah. Maar de algemene stelregel, diegene die in grote vorm van een shirk valt, is een ongelovige. Wat wil dat zeggen? Dat elke persoon, als jij iemand ziet en hij valt in een grote vorm van een shirk, dat je tegen hem kan zeggen, jij bent een kafir. Hier moet je, heb je voorwaarden. En daarom zeg ik, het is een hele moeilijke kwestie. Nou. Ik sta niet bij van een kwestie, ik weet niet precies of die allemaal zo goed gaat. Als je geen deelgenoten aan Allah toekent, dat je dan succesvol bent in deze wereld en niet in Namas. Mits. Wel gebruiken? Ja, als je geen deelgenoten toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala, maar je aanbidt wel Allah subhanahu wa ta'ala aan. Het kan zo zijn dat iemand geen deelgenoten toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala, maar hij bidt Allah subhanahu wa ta'ala ook niet aan. Dan ben je geen gelovige. Maar kan je dat gebruiken als, zeg maar,
waar ik de vraag over stelde, weet je wel, dat je het ook doet, dat je weet dat je het doet ook voor de dunya, zeg maar. Omdat Allah zegt, je bent ook succesvol dan in deze wereld en in die naam. Kan je op die manier wel... Hoe bedoel je? Ja, dat je weet dat als je Allah bidt, dat je dan ook in de wereld het beter krijgt. Lastig, maar dat hebben we toen we de tawhid hadden behandeld en de voordelen van de tawhid hadden gegeven, heb ik gezegd, hoe sterker de tawhid van een persoon is, hoe gelukkiger hij zal worden, niet alleen maar in het hiernamaals, maar ook in het wereldse leven. Dat heb ik vaker gezegd. En dat mag dan ook een intentie zijn? Naam, daar is niks mis mee. Ja. Bij zijn graf? Ja, nee. Maar je doet het voor hem, dus je pleegt eigenlijk. Deze gaan we krijgen, inshallah. Dit gaan we uitgebreid behandelen. Want iemand kan naar een graf gaan. Kijk, bijvoorbeeld het slachten. Ik geef een voorbeeld. Het slachten is een grote aanbidding. Als iemand slacht omwille van Allah subhanahu wa ta'ala bij een graf. Of iemand slacht voor een graf. Of omwille van een graf. Het zijn twee verschillende dingen. Want die eerste persoon die slacht omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, maar hij gaat naar een graf toe, valt deze in een grote vorm van een shirk? Nee, waarom niet? Oké, maar hij valt wel in. Waarom? Nee, maar ook. Ja, oké, maar er is nog een tweede argument. Dat is de algemene stelregel voor alles wat Shirk al-Asghar is, en dat gaan we inshallah behandelen. Elke sebeb die iemand neemt en die geen sebeb is. En als we willen weten of iets een sebeb is, keren we terug naar de Koran en naar de Sunna. Als iemand iets als een sebeb neemt, terwijl datgene geen sebeb is, dan valt hij altijd in een kleine vorm van een Shirk. Want deze persoon, waarom gaat hij naar de graf? Dus hij neemt die graf als een sebeb, als een reden of als een aanleiding, waardoor het slachten met halal beter of eerder wordt geaccepteerd bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ook bijvoorbeeld het dragen van een amulet zonder een Koran. Deze heeft ook dit als een sebeb genomen voor wat? Voor al-ayl bijvoorbeeld. Valt daar ook onder de shirk al-asghar. Alles wat je eigenlijk onder als een sebeb neemt, terwijl het geen sebeb is, dit is algemene stelregel, is dat je dan onder of in een kleine vorm van een shirk valt. Dat is ook die dua. Dat je specifiek dat altijd doet. Maar je kunt wel bijvoorbeeld een graf opzoeken. Daar heb je bijvoorbeeld de sunnah, dat je die... Daar mag je dan gaan. Kijk, als je dat elke keer doet met die intentie, van dat je alleen maar dua doet bij die specifieke graf. Allah, dan ben ik bang dat je valt onder die, dat je dat als een sebeb neemt. Dat jouw dua eerder wordt verhoord alleen bij die graf. Terwijl je gewoon voor iemand vergeving kan vragen, op elke plek eigenlijk. Waarom moet je speciaal naar die graf gaan? Dat wil zeggen dat die persoon een bepaalde intentie daarbij heeft. Dat die eerder wordt geaccepteerd bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dan val je in die kleine vorm van een shirk. En als hij aan hem gaat vragen om hem te vergeven, dan, ja, dan valt hij in een grote vorm van een shirk. Nou, laatste vraag, broeder. Ja. Surat al-Anfal. Heeft iemand die vers opgeschreven? Ik heb hem niet opgeschreven, broeder. Maar in het begin van Surat al-Anfal. Tweede pagina van Surat al-Anfal. Tweede pagina. Tabullahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.